Weet je, zullen we onze dopelingen welkom heten met een enorm applaus? En we gaan vandaag 9 keer die getuigenis horen. Ik ben een kind van God. Welkom. Hey, Magda. Vertel ons wie je bent en waarom je gedoopt wil worden. Ik ben Magda Harskamp en ik wil me laten dopen omdat ik vergeven, aanvaard en geliefd ben. Amen. Super. Ja, Magda, we hebben een tekst voor je, Jesaja 45. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal je ringmuren slechten. Bronzen deuren verbrijzelen. IJzeren grendels stuk breken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de Heere ben, de God van Israël, die jou bij je naam noemt. Zo is het, die jou bij je naam roept, Magda. Magda, op grond van je persoonlijk belijdenis en getuigenis dopen we je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de doop. Yes. En opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. Hoe je heet en waarom je gedoopt wil worden. Nou, ik ben Levi Smeijers en ik wil gedoopt worden omdat ik in Jezus geloof en meer op hem wil gelijken. Fantastisch. Voor Levi. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Leef je op grond van je persoonlijk belijdenis, broer, dopen we je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de doop. Ja. En weer opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. Anne. Ja. Hey. Anne, vertel ons wie je bent. Anne dus. En waarom je gedoopt wil worden. Ik ben Anne dus. En ik wil me laten dopen omdat God voor mij koos. En nu wil ik op hem vertrouwen. En tot zijn glorie leven. Voor Anne. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Anne, op grond van je persoonlijk belijdenis, broer, dopen we je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de doop. En opgestaan om een nieuw leven te laten. En die knuffel en die kus was natuurlijk omdat jullie gek zijn op elkaar. Je bent gek op Anne, hè? En Anne op jou. Ja. Ja, wie ben je en waarom wil je gedoopt worden? Ik ben Helene Heijstek en ik wil gedoopt worden omdat God het eerst voor mij kiest. En dit is mijn antwoord op zijn liefde voor mij. Amen. Fantastisch. Ja, Helene, voor jou. Ik vind grote vreugde in de Heer.
Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in een mantel van gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Helene, op grond van je persoonlijk belijdenis, zus, doop voor je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de dood. En opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. Daar gaat papa! Moet de bril af? Moet de bril af? Ah, nee, hij houdt hem op. Hij, geef even high five. Even high five. Tijd nog één. Yes! Dat is mooi, hé. Zo'n begeleiding naar je bad. Fantastisch, Wilco. Dat is mooi. Gaaf. Vertel ons waarom je gedoopt wil worden, Wilco. Ja, nou, een paar jaar geleden mocht ik mijn strijd opgeven en mijn genade aan Jezus toevertrouwen. Er is veel gebeurd in ons leven, we moesten echt even door de woestijn. Ja. En ja, nu mogen we hier staan en verlangen naar om meer vervuld te worden met de geest van waarvan we hoorden, om meer op Jezus te gaan lijken. Super! Een tekst voor Wilco. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Dat sterven waar Paulus van spreekt, dat is wat we ook hier voortdurend zeggen. Begraven worden met Christus in de doop. En opgestaan om een heel nieuw leven te zijn. Ons sterven in Christus is ook leven in Christus. En dat is een leven wat gericht is naar boven. En wat Hij nog voor je hebt en waar jij je zo naar uitstrekt. Daarom op grond van je persoonlijk belijdenis, broer, dopen we je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de doop. En opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. Ja, je hebt het gehaald. Anneke, daar sta je dan. Anneke, wie ben je en waarom wil je gedoopt worden? Ik ben Anneke Oudsema en ik wil me laten dopen omdat ik niet meer voor mezelf wil leven, maar voor Jezus. Ik hou van Hem en dat mag iedereen weten. Amen. Yes. In Timotheus staat, strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. En waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Heb je net al gedaan, een krachtig getuigenis afgelegd waarom je gedoopt wil worden. En Anneke, op grond van die getuigenis en op grond van je persoonlijke belijdenis dat Jezus je Heer en Verlosser is, dopen we je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de doop. En opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. Vertel ons wie je bent en waarom je gedoopt wil worden. Ik ben Marian van der Brink.
Ik wil gedoopt worden omdat ik met Christus begraven en weer opgestaan wil worden en met eeuwig met hem bekleed zijn. Voor eeuwig met hem bekleed. Amen. Voor Marianne uit Colossenzen. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Juist, volg de weg van Christus nu hem als Heer aanvaard hebt. En op het feit dat je hem aanvaard hebt als je persoonlijke Heer, als je persoonlijke verlosser. En het feit dat je daarvan ook belijdenis hebt gedaan hier voor ons allemaal. Op grond van die belijdenis dopen we je zus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de doop. Opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. Spannend? Ik merk het. Gaas, het komt helemaal goed, man. Gaan we eerst even staan. Kijk even om je heen. Het zijn allemaal mensen. Word je nou wat kalmer? Helpt dit? Het is voor jou een applaus, man. God, doet God iets moois in je leven. Reinier, wat wil je daarvan zeggen? Waarom wil je gedoopt worden? Zo, eerst even voorstel ik mij Reinier. Ik heb niet een hele makkelijke jeugd gehad. Maar ik weet wel dat God altijd bij mij is geweest. En wat Kees ook zegt, ik ben een kind van God. En daarom wil ik gedoopt worden. Amen. Ja, in Psalm 131, Renier staat... Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind... is mijn ziel in mij. Wauw, als een kind op de arm van zijn moeder. Zo wil God voor jou zijn. Zo mag je ziel rust vinden in hem. Op grond van je persoonlijke belijdenis, broer, wat we net hoorden, dopen we je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de doop. En opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. Je zal niet de eerste zijn die uitgeleid in een bad. En dan ben je gelijk gedoopt, ja. Maar het is nog niet gebeurd. We gaan het zo doen. Vertel ons wie je bent en waarom je gedoopt wordt. Ik ben Arianne van Leeuwen. En God leerde mij lopen op het water. En nu mag ik door het water voor hem. Amen. Wow. Voor Arianne, Jesaja 12. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen. Ik wankel niet. Want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Wat een tekst. Wat mooi. Rianne, voor jou, voor je leven. God als je redder. Hij als je beschermer. Op grond van je persoonlijk belijdenis, zus, dopen we je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Begraven met Christus in de doop. Opgestaan om een heel nieuw leven te leiden. Het is helemaal ondergegaan.